Met wie heb ik het genoegen? Ik zie het eigenlijk al staan, Sean. Ja, ja, je ziet mij staan. Sean Tuurlix. Ik heb een eigen bouwbedrijf, Beda Bouw in Eindhoven. Oké, okay. En jij werkt bij Zelfstandige Bouw? Ik ben bestuurder bij Zelfstandige Bouw. Kijk, okay. En zo ook vandaag hier op de KVK Zelfstandige Bouw? Ja, dat is een onderdeel van je bestuursfunctie om te kijken of wij toch echt meer leden binnen kunnen krijgen. Als mensen hier nu die starterskit kopen of meenemen, wat krijgen ze dan? Want ik zag net al een soort voorbeeldfactuur staan, dat soort praktische zaken. In die starterskit, daar zit voor €25 ben je dan lid van ons clubje. Hoe kom ik aan nieuwe klanten? Wat moet ik op een factuur zetten? Wat zijn de verzekeringen die ik nodig heb? Waar kan Zelfstandige Bouw mee helpen? De wet en regelgeving. Nou goed, het is een volle doos. Ik stond net bij de stand en ik zie deze meneer naast mij die zich heeft ingeschreven. Met wie heb je het genoegen? Ron Buurmans. Ron, hi. Ja. Want jij bent een startende ondernemer? Ik ben een startende ondernemer. Ik heb 33 jaar in Londen gewerkt bij een bedrijf. En ik heb na 33 jaar besloten eigenlijk om zelf te gaan beginnen. Klopt. Wat maakte er voor jou dat je bij Zelfstandige Bouw wilde inschrijven? Nou ja, gewoon meer informatie en kijken wat kunnen aanbieden voor mij. Het is toch een heel moeilijk traject eigenlijk, het opstarten zelf. Je hoort verschillende dingen en bij iedere probeer je toch eigenlijk wat informatie in te winnen van wat ze voor je kunnen betekenen. Ja. En wat ik nu tot nu toe hoor van hun is eigenlijk toch wel datgene wat ik zoek al. Dus vandaar dat ik eigenlijk dus wel met hun in zee zou kunnen gaan. Ja. Dus, Jullie hebben een website, waar kunnen ze terecht? Op de website van Zelfstandige Bouw. .nl. Top, dankjewel. Dankjewel.